Ik heb ooit eens een advertentie in Vrij Nederland gezet. En ik heb wel eens een keer... in Hilversum was één homo-kroegje in die tijd. Daar heb ik wel eens een keer aangebeld. Maar nou, ik ga eens kijken wat daar... Er staat een portier dan achter en dan kom je in een... Zo'n heel lang café, zeg maar, waar iedereen elkaar al lang kent. Maar dat heb jij dan nog niet in de gaten. Echt de eerste schreden op het homopad. En weet je nog wat die tekst was van die advertentie die je had geplaatst? Nou, het was destijds heel progressief om in een opinieblad als Vrij Nederland een kennismaking te zoeken. Dus het was een advertentie zo van, nou, ik wil graag eens een keer een ervaring. Het was eigenlijk puur, het was eigenlijk heel seksueel, denk ik. Ik heb gewoon gewild dat ik eens een keer... Een seksuele ervaring met een man zou hebben. Ik heb toen ook een postbus geopend. Niet in Hilversum waar ik woonde, maar ergens in Laren. Omdat ik niet wilde dat ik gesnapt zou worden. Dat iemand mij ze kon zien daar. Ik weet wel dat ik de eerste tijd toen ik gewoon straal verliefd was. Catharine Keil die kwam me wel eens tegen. Zei, wat ben jij verliefd? Ik zeg, nou, helemaal. Het was heerlijk om te vertellen overal. Weet je, ik heb iemand ontmoet en nou, het straalt van je af. We hebben in die tijd natuurlijk ook gewoon een ongelooflijk goede tijd gehad. Alles klopt dan. Je zoent, je vrijt, je bent samen, je eet. Alles is fantastisch. Als je terugkijkt, gewoon zo ongelooflijk mooi om te zien hoe je door al die fases heen bent gaan. We hebben onze moeders verloren. Onze vaders, nou, ik heb zijn vader dan niet gekend. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. Dat je het allemaal met elkaar meemaakt in zo'n heel leven. Dat geeft voor mij ook een enorme... Ja, warmte. Dat je dat samen... En die oude wordende koppen, als we in de spiegel kijken. Want we worden natuurlijk gewoon 2 oude mannen. Of 2 oude nichten, als je het zo wil zien, weet je. Dus dat zo. Je leert ook jezelf weer op een andere manier bekijken.